Welkom bij VeraD. Evenwicht en beenoefeningen op een onstabiele ondergrond. Een balanspad. Je kunt dit vergelijken met een waterbed of een luchtmatras. Ouderen, neem een stok of een stoel als steun. Evenwicht en krachttraining verbetert het evenwicht en vermindert valpartijen bij 60-plussers zoals mijzelf. Laten we starten met teen- en heelhef. Laten we starten. Breng de voeten naar voren. En hef de hiel omhoog en de teen om en om. Hiel en teen. Handen in de heup of laat de armen meegaan. Goed op de tenen staan en op de hielen. Evenwicht, balans. Een van de beste oefeningen voor het evenwicht en balans. Hiel en teen om en om heffen. En zo. Breng de voeten, ik schuif iets naar achteren. Breng de voeten recht voor. We gaan kleine kniebuigingen veren door de knieën. En we brengen de voeten schuin voor, open. En we blijven veren. Voeten naar voren. En schuin. Naar voren. En schuin. Om en om, naar voren en schuin. Een laatste maal. En rust. De volgende oefening is de ster. We gaan de ster maken. Tap teen naar voren. Zij achter en sluit aan. Voor, zij achter en sluit aan. Armen, voor, zij op en neer. Geheel samenbrengen. Het standbeen licht gebogen. Uit het slot, knie uit het slot. Laten we starten. Voor, zij op. En bijeen. Voor, zij, op en bijeen. Voor, zij, op, bijeen. Voor, zij, op, bijeen. Nog vier. Verlies uw evenwicht. Herneem de oefening. Ik verlies ook mijn evenwicht. Nog twee. En laatste maal. En rust. Voelt dat uw standbeen heel hard werkt. Ook de voetzool werkt heel hard. Ja, andere been. Voor, zij, achter en sluit aan. Armen, voor, zij, op
en neer. Het geheel samen. Tap voor, zij, op en neer. Voor, zij, op en neer. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. Laatste maal. Dat was al pittig, hè? De volgende oefening is een kniehef. Hef de knieën. Eerst op de tenen. Breng de armen naar achteren. Ellebogen tegen het lichaam. En hef de knie op. Balans. Concentratie, kijk naar een bepaald punt. En los. Andere been. Tenen. Beginners blijven meestal met de tenen op de grond. Verlies uw evenwicht. Herhaal de oefening. Armen langs het lichaam. Bovenarm. Goed, langs het lichaam. En hef op. En los. Nog eenmaal beide kanten. Steun op het standbeen. Lichte klik in de knie. Knie losjes. Op de tenen. Armen. Goed, armen tegen de ribbenkas drukken. Evenwicht. En hef de knie op. En los. Andere been. Breng eerst je voeten goed op de balanspad. Voel de evenwicht, voel de balans. Standbeen. Knie uit het slot. Rust op de teen. Armen zijwaarts. Concentratie. En hef de knie op. En laat los. Laten we het volgende nemen. We gaan alles bijeen doen. De ster en de kniehef. Laten we starten. Eerst traag. Voor, zij, achter en knie. En terug bijeen. Ander been. Voor, zij, achter en knie. En bijeen. Ja, om en om de serie herhalen. Voor, zij, op, knie, 3, 4 en bijeen. Voor, zij, op en knie en bijeen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 en bijeen. Wissel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bijeen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bijeen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en bijeen.
Been. En been. Evenwicht verliezen is de oefening verder doen. En been. Ik verlies ook mijn evenwicht. En bij 1. Bij 1. Bij 1. Bij 1 en laatste maal. En been. De volgende oefening. Breng het been zijwaarts. En hef het been en de tegenovergestelde arm. En terug tap naar beneden. En terug hef. Knie uit het slot van het standbeen. Goed uw evenwicht. Voel uw evenwicht. Ja. Laten we starten. 1, 2, 3, 4 en tap, 5, 6, 7 en 8. En we blijven. Concentratie. Maakt één lijn met uw arm en uw been. En been. Benen lossen, losschudden. Het standbeen heeft hard gewerkt. Andere kant. Been zijwaarts. Knie uit het slot van het standbeen. En hef zijwaarts en tik. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En we blijven. Concentratie. Standbeen werkt heel hard. En los. Goed gewerkt. Oké. We gaan nu de cool down. We gaan ons eventjes strekken. En laten we starten met het strekken van de benen en de billen. Want die hebben heel hard gewerkt. Zeker het standbeen. Met de balans. Strek. Breng uw benen en uw billen echt naar achteren. Goed strekken. Nog even houden. Handen boven de dij of op het scheenbeen. Nooit op de knieën. Of op de vloer.
Goed de billen naar achter drukken. Goed de benen strekken. Oké. Nu gaan we de billen strekken. Zo. Breng uw heup langs de ene kant. Buig het andere been. En strek. Goed de heupen strekken, de benen. U hebt het allemaal prima gedaan. Volgende keer gaat het nog iets beter. Of misschien iets slechter. We hebben goede dagen en slechte dagen. Ik heb goede dagen waarvan ik zeg, wauw, kan ik dat? En dan heb ik slechte dagen dat ik het niet meer kan. Dus luister naar je lichaam. Vandaag is niet gisteren en vandaag is ook niet morgen. Doe wat je kunt vandaag. En los. Oeps. Zo. Dit was het dan voor vandaag. Tot de volgende. Dag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Duimpje omhoog. Dag.